Er zijn jonge cabaretiers die net voor een première stonden. Die alles wat ze hadden daarin geïnvesteerd hebben. Niks meer over. He, er zijn theatermakers, dansers, maar ook natuurlijk beeldend kunstenaars. Die van alles en nog wat af moeten zeggen. Tentoonstellingen die niet meer doorgaan. Nee, ik heb heel veel gehoord en gezien. Wat ik afgezien dan nog, dat wij dat aanbod missen. Toch ook het allerergste vond voor de creatievelingen zelf. We hebben de steun van degenen nodig die wel dat gevoel hebben dat cultuur zo belangrijk voor hun leven was. En dat dat ook voor anderen zou moeten gelden. Dat we naast de bijdrage van een overheid de bijdrage moeten hebben van diegenen die het voorrecht hadden om cultuur en kunst te voelen als iets van hun. En daardoor de overheid moeten helpen om dan ook zoveel mogelijk mensen dat gevoel te bezorgen. Want als er maar genoeg mensen cultuur onmisbaar vinden, dan volgt de politiek.